In deze toch wel bijzondere tijd is het in mijn optiek ontzettend belangrijk om te focussen: wat willen we wel met elkaar? Hoe kunnen we samen met elkaar een mooiere wereld bouwen? Ik mocht in deze documentaire langs verschillende initiatieven, langs verschillende ondernemers die heel erg bezig zijn met een mooiere wereld te creëren. Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat deze mensen dit op een eigen en fantastische wijze proberen en aan het doen zijn. Laat deze docu jou inspireren om nog meer in je eigen kracht te komen en ook mee te bouwen aan een mooiere wereld. En vooral dus ook met de blik vooruit. Wat willen we wel? Oké, jongens, die boeken die staan daar. Water is er ook al. Ik probeer altijd alleen maar een goede sfeer te creëren. Harmonie. Een goede vibe met elkaar. Heel leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren. Wel iets bewust te kunnen maken en een positieve oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Goed je te zien. Je hebt gelijk, jongen. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Maar hoe was je reis? Nou, nee? Ja, jongens, dit is onze studio. Die hebben we helemaal zelf gecreëerd. Er was een opslag en hebben we helemaal zelf gebouwd. Kom even mee. Eigenlijk is het een wonder. Want dit was niks. Weet je. Het was een opslag voor planken. En we hebben hier gewoon met z'n allen een eigen studio gemanifesteerd. Met waanzinnige mensen die ons helpen. Die energie van voelen. En dat mensen voelen van, oh ja, hey, daar wil ik wel naartoe rijden. Dat is voor mij de magie. Morgen is voor mij een mooie toekomst. Dat hoeft niet per se voor mij te zijn, maar wel voor mijn zoon en de mensen van zijn leeftijd en die erachteraan komen, zeg maar. Dus voor de jeugd. Dat is het allerbelangrijkste. Kijk, er gebeuren dingen die niet tof zijn, maar dat is altijd geweest. Het is maar één, waar let je op? Waar kijk je naar? Waar stop je energie in? En op het moment dat je je energie stopt in de dingen die niet goed gaan, ja, dan krijg je dat. Dan zie je de dingen die niet goed gaan en is dat jouw beeld, jouw leven. Maar op het moment dat je gaat focussen op wat wel goed gaat en wat waar je blij van wordt, dan zul je je veel blijer gaan voelen en denken, hey, er gaan heel veel dingen goed. En dan is dat je toekomst en is dat jouw morgen. Dat doen wij met ons magazine. Wij laten zien de mensen die al bezig zijn met een mooiere wereld, met een mooiere toekomst. Maar al die dingen bij elkaar, die zorgen ervoor dat mensen zien, shit, er zijn echt al heel veel mensen bezig met een mooiere wereld. Ja, als wij daar met z'n allen op gaan focussen, ja, dan zal die mooiere wereld ook gaan ontstaan, denk ik. We hebben gezegd, oké, we doen een magazine, maar dat moet wel offline, gewoon fysiek. Want dan ga je zitten en dan kun je je telefoon wegleggen, je pakt een kop thee, je gaat op de bank zitten, je gaat het boek lezen, je gaat het magazine lezen. En dan heb je echt tijd voor jezelf, zoals je dat vroeger had. Lieve Pioneers, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Waarom zijn we hier? De vijfde editie alweer. We zijn nu ruim een jaar bezig. Sommige mensen zijn echt al vanaf het begin aan. Wij laten iets anders zien en dan kunnen mensen kiezen. En dat is juist kiezen om niet te vechten en te laten wat daar gebeurt wat niet tof is, maar te gaan doen, maar wat vind ik dan wel tof? Wat dan wel? Hoe dan wel? En wat we ook met het magazine doen, wij proberen mensen aan het denken te zetten en in hun krachten neer te zetten. In hun kracht. We zijn een stichting en ik heb ooit mijn eigen soort van mission statement geschreven als voor mij persoonlijk toen ik mijn media ging maken. En daarin staat, ik wil mensen raken, verbinden, aan het denken zetten en helpen groeien. En toen we met de stichting bezig waren, dat is precies hetzelfde als we met Pioneers doen. Wij brengen artikelen ook die mensen laten zien van, hey, dit wordt al eens ons verteld, maar kijk eens naar dit. Misschien kun je er iets mee en kun je zelf gaan voelen van, hey, hoe is dat voor mij? Klopt dat voor mij? Of zou het kloppend kunnen zijn voor mij? En maak dan je eigen keuze. Dan hoop ik dat mensen ook echt gaan zeggen, ja, waar word ik nou eigenlijk blij van? En dat ze tijd nemen om naar zichzelf te gaan kijken en vanaf daar begint groei. Je moet eigenlijk zien, kijk, we gaan nu naar een ander soort wereld toe, naar een mooiere wereld. En wij zijn een van de pijlers daarvan. Wat wij doen is echt belangrijk. En
als ik dan zie wat we nog allemaal voor content gaan brengen de komende edities. Wat ik nog allemaal heb liggen, want dat wil ik doen, dat wil ik doen. En het is, uiteindelijk neem ik ook de lezer een beetje mee naar een ontwikkeling waarbij ze steeds meer over dingen na gaan denken, zodat ze de stappen kunnen gaan maken die voor hun het beste is. Want dat is wat wij doen. We proberen mensen dus inzichten te geven en dan uiteindelijk hoop ik dat ze die keuze gaan maken wat voor hun het beste uit gaat pakken. En mijn vader was gewoon een super lieve man. En ik heb zoveel mogelijk van hem proberen te genieten dat het nog kan, wat nog kon. En ik ben hem dankbaar voor die momenten die ik op het laatst nog met hem heb ervaren. En ik heb ook echt bewust dat ik denk, oké, ik wil vandaag nog naar mijn vader toe. Gewoon eventjes met hem te zitten. En dan nam ik een kaarsje mee of een wijntje. En dan zat ik gewoon even bij hem aan zijn bed. En dan zat er een uurtje tv te kijken. Of ja, want wij praten gelukkig niet echt heel erg meer. Dat zijn wel mooie momenten, maar dat gaf me juist ook wel een beetje even iets anders. In plaats van hard werken dan het magazine, nee, ook nog eventjes die verbinding met mijn pa. En mijn vader lachte gelukkig heel veel, ook al lacht hij er slecht bij, hij lachte heel veel. Ja, dus die positiviteit die had hij al. Dus dat is ook inspiratie voor mij. Hoe kloot het ook is, ik lig hier te sterven, min of meer. Maar hij kon wel lachen om die slechte grappen van mij, ja, dat is toch mooi. Ja, dat is fijn. En ik heb ook bewust de eerste editie die wij hebben uitgebracht. Het magazine begint met Positive People. En de allereerste Positive People waren mijn vader en mijn moeder. En dat is mooi, dus dat vind ik wel mooi dat ook weer het magazine, dat we daar het magazine mee beginnen. Dus het was ook een soort van eerbetoon aan mijn vader en mijn moeder. En ja, dat is, ja, het inspireert wel. En ook de liefde van mijn ouders, dus gewoon dat inspireert. Het allergrootste doel is dat mensen meegaan met het magazine, met de positieve manier in het leven staan en leven vanuit liefde en vertrouwen. En positiviteit. En op die manier dat de wereld dus uiteindelijk mooier wordt. Ja, Björn heb ik ook al een tijd geleden ook ontmoet. En is ook zo'n man met het hart gewoon op de juiste plek. En ja, die ook prachtige mooie dingen aan het neerzetten is. Een magazine wat er waanzinnig uitziet. Wat gewoon echt klasse uitstraalt. En ook gewoon, ik weet ook, en dat vergeet heel vaak mensen, hoeveel werk daarin zit. En het is allemaal vrijwillig, want we moeten het allemaal nog doen, weet je wel, vanuit niks. Maar het gewoon doen omdat je het voelt. En het gaan dan ook gewoon het flikken, weet je wel. Daar heb ik zoveel bewondering voor. Want ik weet hoe pittig het is. Ik weet gewoon hoe zwaar werk het ook is om iedereen ook binnen zo'n team enthousiast te houden. En alle touwtjes te trekken. En dat ook nog kwaliteit wil je leveren. En hoe houden we allemaal iedereen binnenboord. En ja, dat doet hij gewoon geweldig. En ik zie gewoon zijn passie en zijn drive, weet je wel. En dat is zo mooi ook als je dat soort mensen ook ontmoet. We hebben allemaal dezelfde dromen. Het zit allemaal op hetzelfde level van frequentie. En dat heeft helemaal niks te maken met ego, wat dan ook. Nee, het heeft te maken dat we allemaal dezelfde missie hebben. Dat we een mooiere wereld willen creëren met elkaar. Ja, dus ik pet je af ook voor Björn en zijn team. Als kind wilde ik altijd buiten zijn in de natuur. De natuur is voor mij vrijheid. In de natuur is alles aanwezig. De natuur vindt altijd haar balans. Alles klopt. In de natuur wordt je lichaam samen één. Ja, vandaag ben ik in Noordwijk en ik heb afgesproken met Marjolein. Ze is schrijfster van een heel mooi boek. Ze geeft lezingen. Ja, en ik ben vooral ook heel erg benieuwd hoe kijkt zij naar de wereld van morgen. Let's go. Ja, daar is ze. Marjolein. Hey, Tim. Ik heb heel veel over je gehoord. Leuk je te ontmoeten. Ja, leuk. In het regenachtige Noordwijk is hier altijd zo regenachtig. Nee, toch? Nee. Gelukkig. Nee, jij bent een zonnestraaltje, ja. Volgens mij. Hey, goed. Hey, wij gaan een leuke wandeling maken. Ja, ik neem jou mee de duinen, ja? In. Oké. Okay. Dus ik ben hier geboren echt getogen. Leuk. Zo goed als. En op wilde paarden gereden. Dus, mooi. Ik ken het hier heel goed. Nou, ja. Neem me mee. Ik ben, ja, heel benieuwd. Kom, heel haak in. Yes. Let's go. Ik ben heel erg benieuwd. Oh, dat klinkt wel al heel erg goed, Marjolein. Ibiza, daar hadden we ook kunnen draaien. Hier omhoog? Ja. En dan zijn we er, Tim. Leuk. Zo. Ja,
wel heerlijk hier. Ja. Marjolein? Ja, ik hou van de natuur. Ja, dat is fijn. Wat betekent deze plek dan voor jou? Hier kwam je vaak mooie herinneringen, vrolijkheid, speelsheid. Ja? Mijn vader, ja. Oké. Okay. En hoe ga je dan om nu, met de tijd van nu? Ik denk dat we wel een gemeenschappelijke factor hebben. Ook ik moest stoppen natuurlijk met mijn werk toen de tijd. En ik ben vooral gaan kijken van, wat doet die situatie met mij? Mm-hmm. Maar ik heb eerder een situatie meegemaakt met geen geld. Ja. En dat was ook weer zo'n ervaring dat ik nu weer had van, geen inkomen. Maar dat hebben we toen overleefd. Mooi. Dus dat gaan we nu ook doen. Want waarom moest je toen stoppen? Met je vorige baan? Nou, het was niet mijn vorige baan. Ik heb met de kinderen op straat gestaan. Okay. Dus na een dramatische scheiding. Oké, heftig. Dus ik heb veel meegemaakt. Op straat gestaan, alles verloren. Geen geld gehad, heel erg ziek geweest. Mm-hmm. En daar is uiteindelijk dus deze, mijn persoonlijkheid, hartconnectie en alles wat ik doe is daaruit ontstaan. Ja. Dus heel veel tegenkracht gehad, wat juist nu heel veel kracht geeft. Kun je uitleggen wat je dan nu aan het neerzetten bent? Ja, ik heb in Nederland een opleidingsinstituut. Mm-hmm. En ik begeleid studenten die willen omgaan in de huidige tijd. Van het is best een uitdagende tijd, zoals ik net al zei. Ja. En van hoe zit mijn lichaam in elkaar? Hoe zit mijn psyche in elkaar? En we delen vooral ook van wat maken we nu mee in de huidige tijd? Mm-hmm. En hoe ga je daarmee om? Dus wat heel belangrijk is, dat je ook weet hoe zit het systeem in elkaar? Mm-hmm. Ook hoe zit de economie in elkaar? Ja. Zodat je vertrouwen krijgt naar sowieso hoe het lichaam werkt, biologisch en in de psyche. Ja. Maar ook economisch, dat je dus jezelf niet de kast laat jagen en angst hebt voor de situatie. Maar juist van, dit is een uitdagende tijd, hier ga ik het beste van maken. En wat ga ik nu doen om bijvoorbeeld aan mijn gezondheid te werken of rust te vinden of geld te verdienen? Marjolein, je hebt ook een boek geschreven. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, het boek heet Het leven is een workshop, op weg naar een nieuw bewustzijn. Ja. En een heel belangrijk onderdeel van het boek is verantwoordelijkheid en eigen verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. En daar heb je kennis voor nodig. En wat ook een heel belangrijk onderdeel is, is de biologie, de natuur. Mm-hmm. Daarom lopen wij hier nu in de natuur. In de natuur is alles één, dus er is geen dualiteit, waardoor je dus de rust in jezelf vindt en de verbinding met je lichaam dus heel goed kan maken. Ja. Het meest belangrijke is dat de mens vanuit de natuur reageert en wij denken vanuit cultuur. Mm-hmm. En dat is waar wij met z'n allen aan moeten gaan werken om weer de natuur in jezelf te vinden. De ritme van je natuur, mm-hmm. maar ook binnen hartconnectie noemen we dat de tweefazigheid. Dus ook leert van, je hebt stress, dat is niet verwerkt. Wat doet dat in je lichaam? Ja. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus eigenlijk ook om te gaan met stress en dan is een van jouw tools, zoek de natuur op? Zowel zoek de natuur op, maar ga je ook verrijken. Ga zeker het boek lezen om kennis op te doen. Hier lekker in de duinen. Ja, nou kijk. Ja. Hier rolde ik altijd als kind zijn. Oh echt, hè? Ja, ik snap het. Zo heerlijk van boven naar beneden en dan ben je gewoon heerlijk vrij. En... Ja, Marjolein, kom op, laten we gewoon gaan. Met ons vroeg. Het moet. Ja, heerlijk. Echt, hè? Ja. Alleen we zitten nog steeds wel in een soort oud systeem. Is dat dan een beetje waar we in een transitie zitten van het oude systeem? Ja, we zitten echt van oud naar nieuw. En daarom word ik zo blij van morgen. Omdat wij als ondernemers en als personen, en vooral als je dus voor 1997 geboren bent, wij werken vanuit de ik, vanuit de dingen persoonlijk nemen. Maar de nieuwe generatie die heeft al zoiets zo van, waar maak je je druk over? Dus we gaan vroeger, voor 1997 zagen we de dingen dus individueel
En hadden we persoonlijke stukken om aan te werken, maar nu is het globaal. Dus 5D is, we gaan aan globale, mondiale stukken werken. En dat is bijvoorbeeld de corona. Vandaar dat dat zo'n interessante tijd is. Ja. En zo magisch hoe we daar met z'n allen mee omgaan. Om te observeren hoe we als mens reageren. Ja. En hoe we dat met elkaar ook allemaal oplossen. Hey, maar ik zie ook vooral als ik dan naar jouw ogen kijk. Ik zie heel veel optimisme en blijheid en hoopvol. Is dat ook iets wat je heel graag mee wil geven? Want ik kom ook heel veel mensen tegen. Ja, die zijn bang, die zijn angstig, die zijn... Jeetje, Mina, er gebeuren zoveel gekke dingen. Het is chaos in de wereld. Ja. Maar bij jou voel ik eigenlijk een soort optimisme. Het is een kans. Dit is een kans. Hoe meer shit, hoe meer bewustzijn. Maar nogmaals, je hebt dus kennis nodig. En dat wil ik heel graag overdragen. Ik ook. Alles zeg maar soort... ook kwijtgeraakt vanuit mijn andere werk. Overal vanaf gehaald. Alle de cancel culture en dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment wel gewoon voelen van oké, wacht even, maar wat is dan wat ik wil doen? Ja, volgens mij is het tijd voor nieuwe media en dan wel op iets wat echt vanuit mezelf komt. Ik hou heel erg van mijn vak. Ik hou van zingen, ik hou van acteren, ik hou van presenteren, maar ik kwam ook heel vaak ook wel thuis naar een groot optreden of zo, dat ik toch tegen mijn vriendin zei, ja, maar het komt niet vanuit hier. Het komt niet vanuit mijn hart. Het komt niet vanuit mijn ziel. Het is, ik mis iets. Ik mis die diepere laag. Nou goed, dan ga je door een heel proces heen. Weet je, dat je er ook wel achter komt dat... ik zit sinds mijn 18e, 19e... werd ik in één keer bekend als Fries jochie uit een heel klein dorp. En er gingen in één keer bussen met mensen mee. Met Tim-shirtjes, t-shirts aan met mijn gezicht ervoor op. Terwijl je de hele mensen niet kent. En in één keer je familieleden hebt die je helemaal niet kent. En je denkt, oh, ik ben ook familie van jou. Dat is natuurlijk heel gek. En je hebt in één keer heel veel vrienden. Maar ook je krijgt het te maken met jaloezie, afgunst. En ook natuurlijk met een wereld, weet je wel. Toen ik 18, 19 was en dan breek je door op televisie, dacht ik ook, oh, nu gaat het gebeuren. Nu, ik zit op een roze wolk. Wauw. Ik voelde me ook helemaal de nieuwe popster, weet je wel. En dan vergeet ik nooit meer het moment ook dat toen iemand belde van een tv-zender. Van, hey Tim, we hebben je gezien toen op tv. We willen heel graag jou uitnodigen voor het jaaroverzicht. Wil je komen? Ja, ik zei, tuurlijk wil ik komen. Nou, maar goed ook dat ik jou nog bel, want ik had je platenbaas aan de telefoon. Waar ik dus niet had getekend. En die zei, van, je hoeft Tim niet te bellen hoor, want die gaat wat anders doen. Zo werkt dat. De auto geleend van een goede vriend. Mijn laatste benzinegeld naar Hilversum toe gereden. En daar de studio's in binnengelopen als een jongetje uit een klein Fries dorpje. En tegen die man gezegd, ik ben Tim en ik wil graag zingen en presenteren, maar ik heb geen idee meer hoe. Ik werd toen in één keer gevraagd, dat was voor mij ook weer een enorm moment. Toen werd gevraagd of ik de puntentelling wilde doen van het Eurovisie Songfestival. En een vriend van me die was bij me en die zei, Tim, je gaat helemaal viral. Je zei, moet je kijken wat er gebeurt. Ik zou het leuk in Nederland. Nee, niet alleen in Nederland. Helemaal in Europa en Amerika. En afijn, er gebeurde toen ook heel veel. Dus dat was heel bijzonder. En vanuit daaruit heb ik hoofdrollen gespeeld in Grease, de musical bijvoorbeeld. TV-shows gedaan, films gedaan. Mooie grote dingen gedaan. Muziek natuurlijk gemaakt, opgetreden voor grote podia's. Ik stond eigenlijk altijd... Nou, altijd heel positief in het nieuws. Altijd een heel leuke jongen en die doet zijn werk gewoon goed. En weet je wel, vrolijk. En wie ik ook gewoon ben, volgens mij. Maar toen in één keer was ik... werd ik in één keer neergezet als een soort bijna... een soort staatsterrorist of zo. Dat ik vragen stelde en dat ik een mening had. En dat ik een... weet je hoe ik het zie? Een rechte rug ook heb in de zin van... maar wacht even, dit gaat wel heel erg ver. Gaat er niet mensen uitsluiten... Gaan toch niet mensen discrimineren omdat jij het ene doet en jij het andere? En werkt het eigenlijk allemaal wel? En wat zijn dan die nevenschades van al deze maatregelen? Ook wat doen we onze kinderen aan? Wat doen we onze ouderen aan? Nou, gewoon dat ik vragen stellen vanuit mijn mensheid. Omdat ik een mensenmens ben, denk ik. En ik maak me zorgen voor de mensheid. En die vragen wilde ik gewoon naar voren leggen. Ja, dan is het gewoon wel bizar natuurlijk dat je dus dan te maken krijgt met andere kanten. Met framing en met beeldvorming. En goed, dat is wel heftig. Dat doet wel wat met je. Dat is wel...
Ja, dat heeft enorm impact gehad. Ook natuurlijk op mijn gezin, maar ook op mijn werk. Weet je, ik ben van allerlei tv-programma's afgehaald, sponsoren afgehaald. Platendeals zou ik tekenen, is een dag van tevoren niet doorgaan. Maar ook, ja, en ook mijn werk, mijn brood. Ja, kreeg ik in één keer daarmee te maken, met de cancel culture. Ja, dat is wel gewoon heftig natuurlijk geweest. En ook gewoon op persoonlijk vlak. Ja, weet je wel, ik als bekend persoon had heel veel vrienden. Vrienden. Ja, maar als jij in één keer op de andere kant van de media de medaille staat, dan zijn ook dat soort vrienden er niet meer. Weet je wel, dus die laat je ook heel snel vallen. Dus op dat moment is het heel, 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 heel pittig. Omdat je denkt, what the fuck, alles valt soort van weg. Ja, ik heb natuurlijk ook wel aan de keukentafel gezeten met mijn vriendin. Ik zei, hoe gaan we dit doen? En toen kwam ik thuis te zitten. Met helemaal niks. Ik had ook helemaal niks. Echt geen ene rode cent. En in één keer vinden mensen je leuk en niet leuk. En hoe daarmee om te gaan. Ja, dat ik op een gegeven moment er ook wel achter kwam. 4, 5 jaar geleden. En de vraag heb gesteld. Maar wacht even. Wie ben ik? Want ik had een soort avatar van mezelf gecreëerd. En op alles, mijn hele leven ingedeeld. Op Team Douwsma, het merk. En ik was die connectie eigenlijk met mijn ziel kwijtgeraakt. Dus daar ben ik toen ook al doorheen gegaan. Eigenlijk meer daarna op zoek en die lagen dan aan het afpellen. Ja, dat is al een hele reis op zich. En dan kwam natuurlijk nog de laatste 3 jaar zeg maar bij. Ja, voor mij voelt het ook heel erg gewoon als dat dit mijn zielspad is, of hoe je het maar wil zeggen. Je bent 35, ja. Dus dat is wel heel interessant. Dus je hebt nu de mogelijkheid om hier naar te kijken. Ja. En om te kijken al wie ben ik. Ja, ze raakt ook wel even de juiste snaar. Zo. Ja. Dingen meegemaakt dat je dan... Ja, het is wel een... het is wel... Als ik hem nu of zo op terugkijk, denk ik wel van, jeetje mina, Tim. Nou, ik ben wel trots. Ik ben wel heel... ook om mijn gezin, anders had ik het nooit gered. En om mijn fantastische, prachtige zoon. Ja, die heeft me er doorheen gesleept. Die hebben me er wel heen gesleept ook. En van, oké, wacht even. Het gaat om die kleine, het gaat om de volgende generatie, het gaat om de kids. Ja, en dan maar alles kwijtraken of zo. Maar nooit mezelf. Ja, dus ik loop op blote voeten om te aarden, om contact te maken met de aarde. Op die manier lopen ook allerlei stralingen van me af. Ik ontlaad mezelf. En we lopen hier een bepaald labyrinth, waar als je dat helemaal loopt... Mijn rol in deze nieuwe wereld van morgen is mensen erin meenemen. Dus vertellen over de potentie van de mens. Mensen helpen om echt los te komen van de invloeden van hun emoties en triggers. En te laten zien welke nieuwe initiatieven er zijn, welke mogelijkheden er al zijn, waar ze aan mee kunnen doen. Je hoeft je eten niet per se bij de supermarkt te halen. Je kan het ook direct van de boer halen. Of van een andere betrouwbare tussenpersoon. Je hoeft niet met de euro te betalen, je kan ook met andere munten betalen. Dus echt mensen meenemen op die reis naar een veel mooiere alternatieven. Ik zie mezelf zeker niet als toekomstige guru. Want het is heel erg belangrijk dat mensen niet achter één iemand aanlopen. Maar dat ze hun eigen, dat je eigen kern zeg maar leidend wordt in alles wat je doet.
Ik wil wel heel veel mensen helpen om die transitie te maken van een wereld gebaseerd op angst, schuld en schaamte naar een wereld gebaseerd op vertrouwen en overvloed. En mensen helpen om die transitie in zichzelf te maken. Morgen is de kans op nieuwe mogelijkheden. Dus morgen is het licht weer open. Als je wakker wordt, dan kan je weer, is er weer een nieuwe dag. Dan kan je weer nieuwe dingen creëren. Wat morgen voor mij ook is, is de toekomst, zeg maar, de potentie voor de mens waar we naartoe gaan. Eigenlijk al jarenlang zie ik dat ontzettend veel mensen bezig zijn met bewustzijn. Er zijn heel veel mensen die krijgen burn-out. En die gaan daarna op zoek, die voelen van, nou, in het systeem werkt het niet meer voor me. Die kunnen er ook niet meer in terug, in de rat race, in de gekte, zeg maar, de ego-wereld. En die gaan op zoek naar, ja, wat dan wel? En een van de antwoorden die me opkwam was om een platform te maken waar je plekken kon vinden, waar je nog steeds welkom was om vrij te ademen. Dat was in de tijd dat de mondkapjes nog een advies waren. Dus zo ben ik gestart met Ademvrij bij mij. En in die naam Ademvrij bij mij zit eigenlijk de kern van alles wat ik daarna heb opgezet. Nou, voor mij persoonlijk, zeg maar Big Tech, afgelopen 2 jaar is ontzettend veel gecensureerd. Ik wil niet een bedrijf steunen wat mensen censureert. En mijn antwoord is niet zozeer je laten leiden door angst en voor wat je niet wil, maar wat wil je wel? En ik wil bijvoorbeeld een social media waarvan ik de mensen die dat maken ken. Gaan ze goed om met het geld wat ze verdienen? Dus ik betaal liever een tientje per jaar aan een social media waarvan ik de organisatie ken. En weet wat hun drijfveren zijn en hun doelen in het leven. Dan dat ik zoals nu gratis een dienst gebruik van mensen die ik niet ken. Nou, hoogstens dat ze het niet goed met me voor hebben. Dat ze vooral gefocust zijn op geld verdienen en manipulatie. Het is ook, wat wil je wel? Keus van mij is een platform waar je aanbieders vindt die je vrijlaten in jouw keuze rond lichaam en gezondheid. Ja, op Keuzevrij bij mij zijn op dit moment zo'n 7000 aanbieders van producten en diensten door heel Nederland. De website zelf is echt door tienduizenden mensen bezocht en gebruikt. Door het hele land hebben er ontmoetingen plaatsgevonden. Ontzettend veel berichten gehoord van mensen die bijvoorbeeld een vakantiehuisje zochten. En dan via Keuzevrij bij mij een vakantiehuisje boekten en ergens terechtkwamen waar ze gewoon meteen zich thuis voelden. Dat was de functie van Keuzevrij bij mij. Dat is de functie van Keuzevrij bij mij. En toen de QR in de cultuursector in werd gevoerd, heb ik in samenwerking met Roger. Roger die kwam daarmee, het was zijn idee. En hebben we hem gesupport om het platform Luistervrij bij mij op te zetten, waar je huiskamerconcerten kon vinden. Dus we moeten gewoon aan de gang. We moeten echt de wereld creëren die wij zelf wel willen. Als we het niet doen, dan gaan andere mensen die ruimte invullen en voor ons dingen maken die wij eigenlijk niet willen. En waar helemaal geen privacy op zit. Als er geen alternatief is. Ja, wat Olaf natuurlijk neer heeft gezet, ook met Keuzevrij bij mij. Hè, zeker ook in die tijden, is natuurlijk ook ontzettend knap. En heeft echt ook een stem gegeven ook aan mensen. En ook echt een tools gegeven aan mensen om echt te kunnen laten zien. Hey, je bent hier gewoon A, nog welkom, maar eigenlijk B, veel meer. Ik ben gewoon mens en ik sta met mijn handen open voor je. Ik sluit niet uit. Dat is wel heel gaaf. En hij heeft ook gewoon zijn roeping achterna gegaan. En dingen gewoon neergezet. Ik
Ja, de nieuwe wereld is volop in beweging. En ik sta nu voor de deur bij Corine. Zij heeft een platform opgericht voor ondernemers, zodat ze elkaar makkelijker kunnen vinden en kunnen gaan verbinden in die nieuwe wereld. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go. Hey, Corine. Leuk je te ontmoeten. Ja, Tim. Ja, Corine. Hey, wat fijn zeg. Ja, welkom hier. Wat een prachtige mooie locatie. Ja, het is echt schitterend hier. Hè? Echt geweldig. Ja. Hey, en ik begreep iets dat jij mijn geboortedatum moest weten. Ja, klopt. En de tijd. En de geboorteplaats. Oké, dan ben ik heel nieuwsgierig. Dat snap ja, je. Ja, maar Drachten, dat staat dan weer niet in het systeem, want het is nee? Drachten. Drachten? Ja, maar dat is dat Fries. Voor Drachten. Nee, dat weet ik niet eens. Nee, er staat inderdaad het systeem Drachten. Dus ik dacht, oh, dat is Fries. Ja. Nee. Nou, laat maar even zien. Dan ja, oké. Gaan we even kijken. Ik ben heel benieuwd. Ja, kom, gaan we even daar zitten. Oké. Maar ik ga even kijken bij jou. Mijn kwaliteit. Ja, jij bent een manifesting generator, dus dat betekent dat je houdt van werken. En dat je het heel veel energie hebt, ook meer energie dan een ander. Dus ik weet niet of je dat... Jawel, ja, ik denk het wel. Ja, en de strategie die je mag hebben is to respond. Dus als er inderdaad iets is of er is een vraag dat je denkt, oké, daar kan ik wel wat mee. En dan ga je eigenlijk creëren vanuit de vraag die er... Die er bij mij binnenkomt, ja. Zeg maar. En jouw innerlijke autoriteit is je sacraal. Dus dat is je buikgevoel. Ja. Dus als je een beslissing maakt, ja. Dan moet je het vanuit je buik goed voelen. Ja. Dus het kan heel druk zijn in mijn hoofd. En ja. Dat klopt wel. Ja. Van hoe doet het dit? Ja. En dan moet ik eigenlijk... Weer terug naar je buik. Meer naar binnen toe gaan. Ja. En dat, nou ja, ik kan niet zeggen dat, het niet, dat ik niet denk van... Oké, dat voelt heel raar of wel heel anders of zo. Ja. Dat is heel bijzonder eigenlijk, ja. Ik ben business coach voor nieuwe wereldondernemers. En meestal krijg ik dan de vraag, wat zijn nieuwe wereldondernemers? En dat zijn eigenlijk ondernemers die zien dat het anders mag dan dat het op dit moment is. En dat ze de wereld anders mogen achterlaten dan dat ze erop gekomen zijn. En die eigenlijk allemaal een mooi doel hebben en andere mensen willen helpen. En ze zijn vaak heel goed in hun vak, maar ze vinden het heel lastig om zichzelf te profileren en daarin zichtbaar te zijn. En ik begeleid ze eigenlijk met hun bedrijf en ook hoe ze een online verdienmodel in kunnen zetten als extra inkomstenstroom. Zodat mocht het zijn dat als er weer eventueel andere maatregelen komen, je toch gewoon je bedrijf kunt blijven runnen op je eigen manier en je eigen regels. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, met mijn 55ste, dan ga ik een soort van met pensioen en dan ga ik in Turkije wonen, samen met mijn man. Mijn man is alleen overleden in september 2021. Ja, ik dacht, ja, dan kan dat misschien nu niet meer. Maar ik was in mei 2022 ben ik met mijn dochter naar Turkije gegaan. Ja, ik dacht, ja, die droom die kan nog steeds. Als ik in Turkije ben, dan voel ik me gewoon heel vrij. Met het werk wat ik nu voor mezelf gecreëerd heb, kan ik dus eigenlijk op elke plek op de wereld zitten om mijn bedrijf te runnen. En dat kan ook in Turkije. Nou, wat ik wil meegeven is eigenlijk dat er altijd mogelijkheden zijn. Ook al ziet het leven er soms heel erg negatief uit of gaat het anders dan dat je van tevoren had bedacht. Als je doet wat je eigenlijk het beste kan, maar vaak is dat de blinde vlek en zien ze dus niet waar ze goed in zijn. Maar als je dat eigenlijk doet, dan komt het eigenlijk altijd over en zal je daarbij geholpen worden als dat de bedoeling is. En ik geloof echt dat als iedereen op zijn eigen plek staat en doet waar hij hiervoor is, dat hij dan, dat het dan tot bloei komt en je niet moet denken, oh, ik moet alles zelf kunnen. Ja, ook ondernemers, maar ook in het gewone leven, die pijn is eigenlijk hetgene wat jou verder brengt. Maar dan moet je wel door die pijn heen. Maar heel veel mensen willen het een beetje ontwijken. Als ik kijk, zeg maar, in gevoel vanaf van die afgelopen 2-3 jaar, is het eigenlijk al natuurlijk, dan is mijn gevoel alle kanten op gegaan.
Qua emotie is het voor mij nog steeds heel lastig. Ja, op een of andere manier kan ik nog steeds niet beseffen dat het echt gebeurd is. Dus ook dat hele rouwproces gaat natuurlijk ook in fases. Gisteren liet mijn dochter bijvoorbeeld weer vanuit Snapchat zo'n herinnering zien. En dan lijkt het gewoon net alsof die er dus nog is. Ja. Ja. Hij is wel altijd bij me. Ja. Nou, toen mijn man was overleden, toen heb ik eigenlijk... we hebben natuurlijk een maand op en neer gereden naar het ziekenhuis en zo. Ik heb daarna nog een poster uit gedaan van, goh, ik ben echt gewoon zo dankbaar eigenlijk dat we toch die tijd samen hebben gehad. En eigenlijk altijd heel veel op vakantie zijn gegaan met de kinderen, want daar hielden we allebei van. Waardoor we eigenlijk toch heel veel hebben meegemaakt samen. En qua bedrijf ben ik gewoon heel dankbaar eigenlijk dat ik het zo had ingericht. Want daardoor kon ik ook gewoon naar het ziekenhuis gaan en liep mijn bedrijf ook gewoon door. En gaf ik ook aan dat ik dat eigenlijk iedereen gunde. En op dat moment waren er ook meteen mensen die zeiden, ik wil ook instappen. En die zijn toen ook ingestapt in mijn training. Dus ik hoefde daar eigenlijk ook niks voor te doen. Ja, uiteindelijk denk ik dus dat er nog steeds alles mogelijk is. Wat voor situatie ook zit. Het zit altijd gewoon van hoe ga je er zelf mee om. En soms overkomt het leven je en is er geen andere keus. Maar dan is het altijd nog de keus hoe ga je ermee om. En ik denk gewoon voor mij is het ondanks het verlies wat we ook hebben als gezin. Staan we er nog steeds eigenlijk heel sterk in met elkaar. En ben ik eigenlijk alleen maar nog meer van mening dat we met elkaar mogen verenigen als ondernemers om te mogen zorgen dat die wereld inderdaad beter wordt. Voor morgen. Ja, in mijn optiek, als we naar de wereld kijken van nu, is er een enorme behoefte aan verbinding. En een behoefte aan die energie met elkaar delen. En dat is een energie van liefde, zo zie ik dat. En van inspiratie. Ja, en dat vind ik heel mooi dat ik daar een onderdeel in mag zijn. Maar we zijn allemaal onderdelen daarin, zo zie ik dat. Iedereen heeft in deze tijd een soort rol. Nou, dit is dan mijne. Mijn naam is Marije Willekade. Ik ben moeder van 3 mooie dochters en heb een hele lieve man. En ik heb de afgelopen 15 jaar als IC-verpleegkundige gewerkt, waarvan het laatste jaar ik daarmee gestopt ben. Ik heb nog een uitstapje gedaan naar de technische thuiszorg, maar ben wel echt 15 jaar vol in de zorg aan het werk geweest. Zorgmedewerkers Verenigd hebben wij opgericht 2 jaar geleden. Via kwam ik in contact met via zorgmensen, met mensen van het artsencollectief, onder andere Evelien Peters. Zij hebben zich vooral gericht op de artsenkant van in de coronatijd. En zij waren heel erg op zoek ook naar een platform voor de overige zorgmedewerkers. Dus wij hebben dat opgericht. En dat is ook echt bedoeld voor iedereen die in de zorg werkt. Dus dat is niet eens een zorgmedewerker opgeleid, maar ook een portier of een secretaresse of iemand in de zorg. Om die ook een platform te bieden en een groep te creëren voor de mensen die ook vragen hadden over wat er allemaal gebeurde. We hebben een werkgroep van 8 mensen. En dat is verdeeld over een kinderverpleegkundige die nu ZZP'er is geworden. Iemand van de GGZ, een verpleegkundig specialist in de GGZ. Iemand die in het ziekenhuis werkt. Nou, ik dan op de intensive care. Zo hebben we echt een hele diverse groep aan mensen om zoveel mogelijk ook iedereen te vertegenwoordigen. Dat spontaan ontstaan, dus dat is heel leuk. Ja. We hebben natuurlijk in deze periode gezien hoe kwetsbaar gezondheid van heel veel mensen is. Wat zegt dat dan eigenlijk dat zoveel mensen zo ziek worden? Wat zegt dat dan over onze gezondheid in het algemeen? En wat wij hopen en wensen is dat mensen veel meer hun eigen gezondheid waardevoller gaan vinden. En zich daar ook voor gaan inzetten. Niet alleen het reguliere stuk, maar er zijn zoveel meer manieren om gezond te blijven. Dus we hopen dat daar een hele... De beweging is er al, zien we om ons heen. Maar daar hopen we wel een aandeel in te hebben om mensen daar ook in mee te kunnen nemen. Als wij met elkaar minder oordelen. Wees eens wat zachter naar jezelf, maar ook naar mensen om je heen. Er is zo ontzettend veel gepolariseerd.
uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Want we willen gewoon zijn en het fijn hebben. Steun dan onze stichting. Klein, groot, het maakt niet uit. Maar dan bouwen we samen met jou aan nieuwe media en aan een mooiere wereld. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken, te delen met al je vrienden. Ja, ik ben hier gewoon gelukkig. Dit is voor mij geluk. Als ik elke zondag, ik heb dan nooit gedacht, oh, we moeten weer. En dat voel ik altijd met het hele team en met de mensen die ik kom. Ik rijd altijd naar zo'n dag opnames, rijd ik om alle gelukkigst naar huis. Want A, ik hou van media maken, maar dan maken we ook nog media die eigen is en die echt ook inhoudelijk iets bijdraagt aan een mooiere wereld. Ja, ik begin te stralen, maar dan kan ik trots thuiskomen en ook zo dat tegen mijn gezin zeggen en richting mijn zoon. Ja, dansen betekent voor mij expressie, losgaan, vrijheid ook. Dat je daar helemaal kan zijn zoals je wil. Ik dans heel zelf heel graag, hè. Dus dat je je vrij kan voelen en dat je gewoon vrij mag bewegen zonder dat je jezelf of een ander censureert. Hè. Dat je echt jezelf mag zijn. Dat is wel een bevrijdend gevoel, dat moment. En wij zeggen wel eens onderling van alles begon met een telefoontje van Monique. Ja, het is begonnen met één telefoontje, mei 2020. Dus ik was in Utrecht bij die vrouwenmars en ik dacht, wow. We hebben in mei gebeld en het is september en dit staat hier. Hoe ongelooflijk. Wat een creatiekracht zit er bij deze vrouwen. En nu hebben we echt maar 70.000 volgers op social media. En ons volgende podium kent ook echt een aantal grote namen die al toe hebben gezegd. Ja, er is hier toch wel wat geks aan de hand. En we zagen eigenlijk hetzelfde, een grote groep vrouwen die op zou staan. We hadden eigenlijk wel heel snel gemeen dat we niet wilden gaan vechten tegen iets of anti-iets zijn. Maar ja, eigenlijk dat we wilden gaan staan voor iets. Hè? Voor onze grondrechten, voor onze vrijheid. We gaan echt staan voor de wereld die wij zelf zouden willen creëren. En als je dat doet, als je zelf en in de energie van de wereld die je ook wilt creëren, dan doe je dat al vanuit een liefdevolle, open, nieuwsgierige, verbonden manier. En zo treden we eigenlijk alles tegemoet. Ik vind het heel belangrijk dat je kan blijven uitspreken. Dus ook al is dat misschien niet de populaire mening, dat je altijd je eigen mening kan blijven zeggen. Dus, en daarvoor voor uitkomen. Terugkomend op waar we begonnen, denk ik dat het wel essentieel is om nee te kunnen zeggen tegen die dingen die niet kloppen. Zodat we het niet meenemen. En daar vind ik Vrouwen voor Vrijheid als beweging, als community, op een hele zachte, krachtige manier mee omgaan. En daar geloof ik heel erg in. Dus we zijn steeds ook op zoek naar hoe kunnen we bruggen bouwen. En we zijn dus ook niet erin geïnteresseerd om twee uitersten tegenover elkaar te zetten. Maar juist om te kijken waar kunnen mensen elkaar vinden. Waar verstaan we elkaar wel. Want we hebben elkaar allemaal nodig. We hebben niet alleen maar mensen nodig die het met je eens zijn. Of die in je eigen bubbel leven. Het is wel heel fijn in de bubbel. Maar we hebben elkaar met z'n allen nodig als we echt willen dat de tij keert. En ik ben wel heel positief over morgen. Ik denk ook dat dit niet lang houdbaar is, deze repressie. En dat wij ook in principe bepalend zijn. Want je krijgt soms zo'n gevoel van learned helplessness, hè, van aangeleerde hulpeloosheid. Van ja, het wordt voor ons bepaald en we mogen niks. Maar als wij gaan ontdekken dat wij zelf bepalen, dan kunnen we ook echt gaan creëren. En daar zie ik echt enorm naar uit. Als Vrouw voor Vrijheid zeggen we eigenlijk, we doen drie dingen. We inspireren, we informeren en we activeren. Verbinding moeten we blijven houden met elkaar. En niet alleen maar online, maar juist ook offline. Dus juist ook door elkaar te ontmoeten,
op een dansavond bijvoorbeeld, of op een manifestatie, of met elkaar te gaan wandelen. Of nou ja, wat je ook wil doen, hè, samen, maar dat je dat wel in het echt doet. Dat je echt met elkaar in contact bent en dat je echt een goed gesprek met elkaar kan hebben. Of gewoon even er voor elkaar kan zijn. Het tweede wat heel belangrijk is, is dat denk ik we ons moeten realiseren dat we het echt samen moeten doen. En dat betekent dat echt samen is ook dat er ruimte is voor juist anders denkend en niet alleen maar gelijkgestemd. Want gelijkgestemd is allemaal heel fijn en heel veilig en heel prettig en ga zo maar door. Maar het is ook goed om juist in een veld van verschillende meningen te zitten en juist ook met andersdenkenden. En juist ook dat maakt de conversatie juist spannend soms. Of dat je een mooie tegenstelling hebt waarover je van mening kan verschillen. En het is allemaal goed. We zijn zo gewend dat we dat niet meer met elkaar mogen hebben door censuur of door geblokkeerd te zijn of door in online bubbels te komen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En het derde is denk ik dat we ook echt in onze creatiekracht moeten gaan staan. Dus dat we niet alleen maar moeten praten over deze mooie wereld en wat we doen, maar het ook echt zelf gaan doen. Dit zijn wel onze kernwaarden, die wie wij zijn als mens. En daar gaat het voor ons om. Wie zijn we als mens? Waar willen we voor staan met z'n allen? Ja, en ik wil voor liefde staan en ook voor mijn medemens, maar ook als vader richting mijn kinderen. Waar sta ik voor? Ja, ik kan niet staan voor bepaalde dingen. Ik wil wel staan voor liefde. En als we dat gaan beseffen met elkaar, en bedoel ik echt met elkaar, en dat is niet alleen de mensen hier of de mensen in Nederland, nee, dat is wereldwijd. Dat is natuurlijk wereldwijd aan de gang. Dan gaan wij zelf met dat bewustzijn, kunnen we dus ook een mooiere wereld gaan creëren met elkaar. Wat willen we wel? En dat is heel erg waarom Univibes ook is begonnen. Niet meer zozeer van oké, we weten wat we niet willen, maar wat willen we wel met elkaar? En ik denk dat dat een vraag is die heel erg mooi kan werken. Dat als we gaan focussen op wat willen we wel. En we gaan daarop focussen wat je aandacht geeft, dat groeit. En dan kunnen we van daaruit, denk ik, iets heel moois creëren met elkaar. At the end of the day we are all comparing notes and we are just walking each other home. Dus we zijn elkaar alleen maar naar huis aan het wandelen. En naar huis wandelen betekent terug naar dat eenheidsbewustzijn, terug naar die ziel. Dat is wie we werkelijk zijn. En de rest is allemaal afleiding. Mooi. Ik rond hem hiermee af met die prachtige mooie laatste woorden. Ik vond het echt te gek. Dankjewel voor je komst. En jij bedankt voor het kijken en luisteren naar Vibes Talk. En ik zie je graag volgende week terug. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thanks, man. Ik geloof heel erg in als we mensen uit de angst halen en veel meer laten inzien dat ze een prachtig mooi wezen eigenlijk zijn. Met een heel groot mooi potentieel. En dat we eigenlijk allemaal liefde zijn. Dat is eigenlijk de rode draad die ik bijna uit alle gesprekken terug hoor. Ja, dan gaan we een mooie wereld creëren. Maar het begint bij eigen bewustzijn.